Op 14 november landde de eerste Boeing 787 Dreamliner van KLM op Schiphol. Het is een Boeing 787-9, een verlengde Dreamliner. Dit toestel is ruim 6 meter langer dan de 787-8. Het is een zuinig toestel dat plaats biedt aan 294 passagiers. KLM maakt op 22 november met haar jongste trots 3 welcome flights voor fans en liefhebbers.